making panini. Nee, niet panini, maar croque monsieur. Yummy. Looking good. Looking good. Sam zijn idee. Goed gedaan, baby. Ja. Anna, hier is ook echt hard aan het helpen daar. Wauw. Hey, het is weer even later. En Anaïs en ik gaan naar de Publix gaan. Want we gaan deze avond mosselen eten. En we gaan 6 kilo mosselen kopen. De rest gaat wandelen op Leviski, denk ik. Dat ga jullie aan Sam meegeven. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. S'avonds, we zijn in de Walmart aan het shoppen. En ze zeggen dat in de Walmart altijd zo rare mensen rondlopen. Hè? Ik heb er al één gevonden. Zeg, ik ben niet raar, hè? Nee. Oh, typisch. Daar zijn ze zo. Wacht, ik kom. Ik zie iets hier. En schatjes, leuk? Ja. Ik wil even zeggen dat we geen gehandicapte mensen uitlachen of mensen die in een rolstoel zitten. Maar hier in de Walmart. Yo. Hier in de Walmart in Amerika is het toegestaan dat iedereen deze karretjes neemt. Als je nu te veel gegeten hebt, dringend moet kakken of moet pissen. Of gewoon lui zit, dan mag je het karretje nemen. Ja. Dat staat er. Jullie dus, zijn echt cool, ja. Dus wij nemen het karretje omdat wij. Ik moet dringend kakken, Anaïs moet dringend pissen en we zijn lui. Dus. Goed that's job. How we roll, hè. Net ciao! Wel. Niet botsen. Hey, we zijn terug van de Walmart. We hebben de hele dag op de gsm gefilmd omdat ik geen SD-kaart meer had. Ik vind mijn andere nergens niet meer. Maar we hebben er twee nieuwe gekocht, dus ik kan terugfilmen. Nu zijn we maskers aan het doen. Wat heb jij? Unicorn. Mm-hmm. Unicorn masker en ik heb een vitamine C masker. Mijn mond is weg. Ja, mijn lippen lijken heel dik. Thomas voor.